eten gaan met vrienden. Altijd gezellig, vinden Fatima en Raymond. Dit keer met Stefan de Vrij, speler van Feyenoord en Oranje, en zijn charmante partner Marloes. Echte vrienden. Al zitten ze dan wel met Raymonds hartsvriendin Fatima in een bananensplitcomplot om Raymond te pakken. In deze Rotterdamse eetgelegenheid wordt hij dan ook met een Judaskus begroet. Dat wordt een mooie avond. Vanavond is er iets heel speciaals. Live muziek. Gaan ze de hele avond spelen? Op en aan, ja. U had wel kaars gewild? Klein beetje. Zou ik ook nog een water nodig? Ja, natuurlijk. Sorry. Een ijstee? En als je aan het praten bent, hoor je het nauwelijks. Wat zeg je? Met dat is wel lekker. Ik geef die mensen normaal altijd geld om weg te blijven. Bijzonder gitaar, meneer. Bijzonder. Gelukkig zijn er twee bananensplitgasten die deze muziek wel kunnen waarderen. Is het een speciaal exemplaar of zo? Het is een speciaal exemplaar. Het is een Gibson-gitaar. Echt waar? Is dat een Gibson? 5000 euro. Jeetje, nog toe. Maar je hoort het verschil wel. Ik vind het een heel mooie combinatie. Ja, heel bijzondere gitaar. Wij komen zo terug. Compliment. Door, mooi. Dank je wel. Ja, zo. Godzijdank, zeg. Hè? Wat? Nee, misschien kunnen we die bakker voorzetten, dat ze gewoon niet meer terug kunnen komen. Maar goed, het zal wel aan mij liggen, dat zeg je ook altijd. Ik laat het gaan. Het moet alleen nog gesteld worden. Laat ik het zo zeggen, als ik de keuze heb, dan kies ik voor u 100%. Alleen, ik accepteer het gewoon. Nee, kutmuziek. Nee, de Jos die bent. Ja. Nou ja. Oei, begint het alweer. Sorry, we zijn even aan het praten. Ja, ik kan jullie echt niet horen, hoor. Iedereen heeft fijn en zo. Nou, iedereen vindt het blijkbaar leuk. Ja. Ja, tuurlijk. Wat? Ja, is toch niet normaal? Hallo. Dan gaan we of weg. Je gaat niet helemaal een lopen zeiken. Dus we gaan of weg. Of je stopt met zeiken. Oké. Okay. Dat vind ik ook best. Dan gaan we lekker ergens anders eten. Ja, dan hebben we al besteld, dus laat maar. Okay. Ja, ze in Griekenland. Waarom smijten ze die borden toch zo op de grond? Er zijn hier twee mooie vrouwen. Ja. Van thuis? Eentje. Nee, dat kost heel veel geld. Oh, wat dan? €2. Zullen we dan een deal maken? Oh, een deal? Okay. Maken we een deal? Ja. Ik krijg van mij €4, voor haar ook een bloem. Ja. En dan gaan jullie alleen nog maar viool spelen en gitaar spelen bij de andere tafeltjes. Is dat goed? Alles top. Alles goed. Weet je wat het is? Het is gewoon, ja, relaxter zonder. Alsjeblieft. Ik heb het toch geregeld nu? Geregeld wel, maar relax is Fatima nog lang niet. Nou, ik vind het gewoon irritant. Lekker gezellig. Ja, het goed stond. Het is een interview, dan kan je dat niet laten gaan, of niet? Maak me af en toe echt zorgen dat we kinderen krijgen. Zo'n kinderen krijgen. Jij bent er ook bij. Ja, wat dan voor 95% heel leuk is, alleen... 95%?
Hoe jij met dit incasseren is verlopen, echt topsport erbij geweest, dat komt er niet snap ik. Het komt er nu allemaal uit. Alleen maar knapper, inderdaad. Uiterlijk blijft Raymond nog steeds de ideale man. Hij heeft zelfs de ideale oplossing. Als je nou zo gaan spelen, gaan we dan alsjeblieft 5 minuutjes of 3 minuutjes op het toilet zitten. Nou, ik denk dat ik het daar ook nog wel hoor, hoor. Ja, maar dan check je even je telefoon of weet ik wat. En dan hoor je het heel zachtjes. En dan maak je er voor de rest gewoon een groot van. Wat is dit dan? Nou, gewoon. Ik ga er wel heel even naartoe. Ramon, kijk eens hier, waarom heb je geen plezier? Nou, dat komt, want je zit in bananasplit.